De oliegigant Apache Corporation heeft een grote olieontdekking in blok 58 offshore Suriname in de put Kwasi Kwasi 1 aangekondigd. De put is geboord met de Noble Sembcroft met Apache als operator met een werkbelang van 50% en Total met ook een werkbelang van 50%. Voorlopige vloeistofmonsters en testresultaten duiden op ten minste 278 meter netto olie en gascondensaat in twee intervallen. We zijn heel blij met de resultaten van de Kwasi Kwasi 1 exploratieput, zegt de CEO en president van Apache, John Christman. Volgens hem is dit de beste bron die tot nu toe in het bekken is geboord, met het hoogste netto loon in de reservoirs van de beste kwaliteit. Hij zegt verder dat ondanks er nog veel werk verricht moet worden, verdient een ontdekking van deze kwaliteit en omvang een snelle evaluatie die de mogelijkheid van versnelde eerste productie mogelijk maakt. Deze olifonds is de derde na die van januari en april dit jaar in respectievelijk de Maka Central 1 en Sapakara West 1 putten. De volgende exploratieput is op blok 58, bevindt zich op de locatie van Kiskissi.